Maar ik klik nog eventjes aan alsjeblieft. Het zeker voorbode van een niet afwendbare toekomstige tragedie. Want waar was Winnepierre? Twee maanden geleden had koning Arthur Camelot verlaten om in de naburige graafschappen steun te vragen. In zijn strijd tegen de Prussen de roof te reeds maandenlang dood en verkracht waren in zijn koninkrijk. Winnepierre was in Camelot gebleven onder hoede van de meest toegewijde ridders. En nu bleek dat Winnepierre de strenge bewaking op een of andere manier had omzeild. Zo was gaan schoppen. Enkel begeleid door één hoofddame, 12 gewone soldaten en anoniemus. En het was later, ze was nog niet weergekeerd. Het moreel van de ridders zakte onder het vriespunt. Ze begonnen elkander te verwijten. Hoe is dat mogelijk, Lancelot? We hebben dat zo heel laten beetnemen. Het is absoluut vertrokken volgens je Sinefière als een schaal. En het lijkt wel magneten. Als je dat vragen was Sinefière stevast in je buurt. En plots is ze verdwenen. Weg. Gone with the wind. Dit par u. Verschwonden. Je wordt oud, jongen. Ja. Ook in Camelot wordt er geroddeld. Daar lezen ze ook de dag allemaal. Lancelot zou de winnaar zijn van Sinefière. De rode ridder hield niet van ons. Maar waar rook is, is vaak vuur. Dat nam Lancelot niet en hij zei... Dat moet je zeggen, je bent zelf veranderd. Dus ten ieder ieder zal meer een toepasselijk kanaal zijn voor jou. Ten ieder ieder, met gekibbelig in crescendo. De ridders slingeren elkaar de ergste verwijten naar het hoofd. Kom die pak je wel! We lijken wel een bende kleuters! Een vrouw die wil shoppen is niet te stoppen. En zeker niet als ze volle tijd in de ronde tafel shopping zit. Waar is ze? Waar blijft ze? Ze doet een stap van je gezicht. Het is al laat en ze moet al uren terug zijn, maar haar portefeuille zal wel leeg zijn. Misschien maken we ons nodeloos zorgen. Ze kan elk moment terug zijn. Plots strompelt ridder Brambo binnen. Hij is uitgeput en bloedvel. Langzaam maar duidelijk. Zodat alle kinderen het horen kunnen zijn verhaal. We zijn een vervallen in het bos. We hebben zijn juist meegenomen. En de meeste soldaten zijn gedood. Hij heeft zich tussen de rovers gemengd. Hij heeft de kleren van een dode rover aangedaan. Hij ging zich op regelmatige basis lichtsignalen uitsturen. Wit betekent dat we moeten volgen. Rood betekent dat we af moeten nemen, gevaar. En groen betekent dat we stiekem gaan aanvallen. Ook op de moeder van de leider van de bende van de Scheveneus. Die zegt het Bina. En ze heeft overal haar het meegegeven. Als je gevangen wordt, verlies je het dicht. Hoe zijn je man? We gaan het alles zoeken. Bevrijden, Geneviève. Binnen de rovers vast. En steken ze in de gevangenis. En wat dan moet dan slot doen? En morgen knopen we ze op. Zullen we alle hulp kunnen gebruiken? Oh, sorry. Wel, dan vragen we het aan de jongens en meisjes hier aanwezig. Ze zullen ons wel zullen helpen zoeken. Kom maar, hoor. Gaat er mee kunnen we zoeken? Oké. Okay.